Hallo, vandaag een rustdag op camping Langenwald in Vreudenstad. We gingen op de fiets naar Vreudenstad. Dat was nog een vrij pittige hindernisbaan her en der. Maar goed, met onze tong op de schoenen hebben we het gehaald. Het was zondag en er was niet veel te doen. De restaurantjes waren gelukkig wel open en we hebben daar dan ook een lekkere schnitzel gegeten. Kijk, deze juwelier, lachen man. Behalve als je binnen bent, denk ik. En Jacques, ja, die vond een nieuwe auto. Er was een bijeenkomst van de Volkswagen GTI Club op het plein. En dat was wel leuk om eventjes te kijken. Mijn voorkeur gaat er vooral uit naar de wat oudere auto's. Dit is toch prachtig. Geheel origineel. Ook dit is leuk, al vond ik die rode leuk. We zijn bezig aan onze Alpenrit. Daar naar beneden. Daar weer omhoog. Mooi. Ja, we moesten ook nog terug. Maar goed, ook dat is gelukkig goed gegaan. En een klein stukje afgesneden over de weg. Wegduiken. Vandaag, zoals ik zei, hebben we niet veel gedaan. We laten eventjes de camping zien, want het is echt een prachtige camping. Hier een van de toiletgebouwen. Alles keurig schoon en keurig verzorgd. Dan hier steken we over naar de douche. Maar het is geen douche, het is gewoon een complete badkamer. Let wel, dit is dus één douche. Een toilet erbij, wastafel. En gewoon een douche zoals je hem thuis ook hebt. Met mengkraan, zo heet als je kunt zetten. En zolang als je wilt, kun je douchen. Echt perfect. Op de camping veel houtsnijwerk te vinden. Hoe langer je kijkt, hoe meer je tegenkomt. En dit is gewoon op de camping. Loopt eigenlijk midden door de camping. Mozel vindt het super, want iedere keer dat we voorbij lopen, ligt hij erin. En vanaf de camping loop je zo het Zwarte Woud in. Er zijn diverse routes vanaf de camping. Van 12 tot ongeveer 20 kilometer die je kunt lopen. Ook is er nog een vijver met siervis erin. En hoe langer je over de camping loopt, hoe meer leuke dingen je tegenkomt. Er is een zwembad. En de camperverzorgingsplaats. De ontvangst op de camping is zeer vriendelijk. En er is ook een klein restaurantje bij, waar je voor schappelijke prijzen kunt eten en drinken. Wifi is ook gratis op de camping. Telefoonontvangst is er echter niet. Dus je zult je met het wifi moeten redden. En ook hier weer prachtig houtsnijwerk. Nou, het is in ieder geval natuurcamping Langenwald in Vreudenstad.
Wij hebben het prima naar ons zin gehad hier. En gaan morgen weer verder. Oh ja, dit kwamen we ook nog tegen. Heel leuk om een keer in het echt te zien. Wij zouden zeggen bedankt voor het kijken. Vindt u onze filmpjes leuk? Geef dan een duimpje. Of abonneer. Ik zou zeggen, de mazzel!